Wij staan hier in Olst bij het Holstoelhuis en naast mij staat voormalig burgemeester Strien. Welkom. Ja, hey. En heel erg fijn dat wij hier vandaag mogen zijn. En 15 jaar lang burgemeester te zijn geweest van de gemeente Olst-Weijen. Een hele lange tijd, heel veel initiatieven. Er zijn zoveel mooie voorbeelden van samenwerking en waardoor je echt kunt zien dat als je dingen samen doet en ook met elkaar probeert budgetten bij elkaar te voegen en ruimte te delen, dat er zoveel meer mogelijk is. Nou, een mooi voorbeeld daarvan is het Holstoelhuis. Daar staan we nu voor. En ik stel voor dat we naar binnen gaan. Eens even kijken. Waar zijn Angelique en Wieneke? Ah, een mooie entree. Daar zijn ze. Ja. Angelique, er zijn tal van cultuurhuizen die moeilijke tijden doormaken. En toch, hier het Holstoelhuis is in staat gebleken om steeds interessant en relevant te zijn voor de mensen op dit ogenblik. En ik hoop ook naar de toekomst toe. Hoe doen jullie dat? Wat is het geheim van de Smit? Ja, ik denk dat het ook een vorm van sociaal ondernemerschap is wat je aan de dag moet leggen. Je goed kijkt hoe ziet die samenleving eruit en hoe speel ik daarop in. En dat heeft er eigenlijk een aantal jaren geleden toe geleid dat dit er volslagen anders uitziet dan toen we startten. Ja. Bijvoorbeeld deze muurschildering achter me, die is gemaakt op basis van tekeningen en foto's die mensen uit de gemeenschap hebben ingediend. En als je echt dichtbij staat, zie je overal cijfertjes in alle kleurvakjes staan. Ja. En het is eigenlijk een groot paint by number. En sommige mensen weten zich dat nog wel te herinneren. De reclame voor iedereen kan schilderen met Ravensburger. Nou, dat is dit. En daar heeft dus iedereen aan meegewerkt. Dus ieder nummer vertegenwoordigt een kleur. En iedereen kon hier aan meewerken. Dus je zag ook echt de fysiotherapeut met de internationale vrouwengroep hier staan schilderen. Nou ja, hoe hoger we kwamen, hoe minder animo, kun je je voorstellen. Ja. Want niet iedereen vond het fijn om zo hoog te werken. Maar uiteindelijk is het gelukt en is dit het resultaat. Met allemaal prachtige huizen en andere objecten. Als je goed kijkt, herken je het, hè? Ja. De molen, de Omba. Ja, de watertoren. Enzovoort. Ja. Ja, het Holstoelhuis staat er ook nog een aantal keer als je goed kijkt op. En we hebben, we horen, tenminste ik hoor op de achtergrond biljartballen rollen. Daar zat een wand voorheen, de bibliotheek zat destijds op de eerste verdieping. Die is vertrokken om allerlei redenen, zit overigens nog wel in het pand. En er werd in een ingezonden brief in de krant gemopperd over het feit dat er geen biljart in dit huis stond. Maar er stond geen volledige naam onder, initialen. Dus wij hebben de meneer opgespoord die daarover mopperde en gezegd, nou prima, dat biljart kan er komen. Maar dan willen we heel graag als tegenprestatie dat u gaat biljarten met mensen met lichte dementie of met statushouders. Ja. En de grap is volgens mij, Wieneke, hoeveel biljartgroepen hebben we inmiddels? Nou, ondertussen zit hij eigenlijk bijna elke dag wel vol. Ja, dus en je moet op afspraak. Ja, je moet er op afspraak. Je moet er eens op afspraak. Inmiddels is het op afspraak. Maar het voldoet aan de behoefte. Dus, nou ja, goed, de heren kunnen er misschien nog meer over vertellen. Maar het blijkt dus in een, nou ja, we zijn in het gat gesprongen. En het is ook ontmoeting, hè? Eigenlijk hoor ik je zeggen dat we, de groepen komen nog steeds, verenigingen enzovoort, vergaderingen, muziek uitvoeren, repetities. Ja. Maar dat er ook steeds meer individuen komen, mensen die gewoon contact met andere mensen zoeken, de krant willen lezen, willen biljarten, of een lotgenoten contact bijvoorbeeld. Of een idee hebben en bij elkaar willen zitten, zo is er een spelletjesmiddag, volgens mij op dinsdagmiddag, kijk even naar een groep vrouwen die zei, ja, ik zit eigenlijk te vaak alleen. En die gaan hier zitten en wie wil sluit aan. Dus je ziet ook steeds meer, ja, met een mooi woord burgerinitiatieven, die zeg maar zelf een idee hebben. En wat niet per se afkomstig is uit de bestaande kanalen als verenigingen. Fantastisch. Ja. Fantastisch. Daarmee krijgt het dus ook voor mensen individueel betekenis. Ja. En je ziet, het is veel meer dan een zalencentrum. Ik bedoel, absoluut. Het is met elkaar verweven. Ja. Vrijwilligers werken met elkaar samen. Ja. Jullie maken samen aan de hand van thema's, programma's, et cetera. Ja. Ja, eigenlijk verwachten we, zou je bijna kunnen zeggen, als je intrek neemt in dit huis, dat je ook bereid bent om samen te werken. Ja. En dan ieder vanuit zijn eigen rol en expertise. Want kijk, ik heb geen verstand van muziek maken, maar dat hebben de muziekverenigingen wel. Of theater maken, of spullen uit de ontwikkelingslanden, de wereld verkopen. Dat is niet mijn vak. Er zijn allerlei mensen die dat wel goed kunnen. En wat we proberen is daar ook zeg maar in afstemming met elkaar daar thema's aan te verbinden en programmering op te zetten.
En daarnaast hebben een aantal organisaties hier ook gewoon hun plek omdat ze hier hun diensten verlenen. Een gemeente is daar een voorbeeld van. Achter ons de balie van het gemeentehuis. We hebben hier een grote zaal, dat het heel lastig is voor een muziekvereniging om zo'n grote zaal individueel in stand te houden en ook die investering te doen. En door hem samen te gebruiken lukt dat wel. Okay. Nou, we hebben naast de Wereldwinkel, de winkel van daar, hebben we ook de winkel van hier zou je kunnen zeggen, van Overkempen. Die lokale producten, regionale producten uit hun werkplaatsen hier verkopen en je kan hier ook kopiëren. We lopen intussen langs de gemeentebalie waar ook andere diensten worden verleend en een geldautomaat. Groot gevecht geweest om die hier binnen te behouden. Dan zien we hier een leestafel waar mensen, maar waar ook spelletjes worden gespeeld door de week, maar waar mensen de krant kunnen lezen, tijdschriften van de bibliotheek. We staan hier in de winkel van Overkempen, waar lokale producten worden verkocht, veelal vanuit hun werkplaatsen. Keramiek, de boerderij, de bakkerij, de weverij. En hier zijn ook mensen aan het werk in de cadeau- en kopieershop. Freddy en Malik zie ik hier zitten. En zij produceert in een ander en zijn voor klanten bezig op bestelling. Wieneke, we ronden af in de horeca. Hier is het. Misschien dat jij nog iets kan zeggen over hoe het hier gaat met de horeca en of er belangstelling voor is. Nou ja, je ziet wel dat het op het moment steeds drukker wordt. We hebben natuurlijk ook veel programmering in het pand waar wij op aansluiten. Ja. Aankomend weekend hebben we natuurlijk de jaarmarkt waar wij hier heel druk zijn. Ja. Vooral voorbereiden nu deze week. Een prachtig terras. Ja. Nou, we hopen dat het mooi weer is. Ja, laten we zeker hopen. De terras, de parasols komen vanmiddag te staan. Dus, zitten we iets en het filmdiner natuurlijk aankomende vrijdag. Ja. En dat houdt wel in dat het boven 100 man aan het eten is. En dat allemaal bereid gaat worden hier in de horeca. Nou ja, en jij kunt dat ook niet zonder dat er wordt meegewerkt vanuit Overkempen. Nee, dat klopt. Ik heb standaard hier drie mensen van Overkempen. Wie zijn dat? Dat is Jannik, die heb ik in de keuken staan. Malik. Die doet eigenlijk beide voorkant en keuken. En Johanna, die voornamelijk in de bediening werkt. Ja, de gastvrouw. Ja, de gastvrouw. Ja. Nou, fantastisch. Ik denk dat dit ook echt de kers op de taart is. De samenwerking is denk ik mooi om het maar gelijk heel erg klein te houden. Dat is dat kopje koffie wat hier voor ons staat. Of eigenlijk die daar, dat is een cappuccino. En de cappuccino wordt gemaakt met melk. Maar dat doen we met melk van zuivel van Zalland. En laat nou die zuivel geproduceerd worden door de koeien die in de duurste waarde lopen van Alice en Tom Luchtenberg. Ze hebben mazerijn en ijsselrunderen. Wij verkopen dat vlees al jaren hier in onze brasserie. Personeel gaat ook daar naartoe om te kijken wat hun verhaal is. Maar nu, tegenwoordig, zijn we zelfs een zuivelfabriek met elkaar begonnen. En produceren we dus zuivel van Zalland. Geproduceerd dus door die MRI-koeien. En we maken daar onze eigen cappuccino's ook van. We maken zelfs de koekjes met het boter. Tenminste, dat doen wij dan weer niet. Maar dat doet Bastiaan van de Bukkersmullen. En die maakt heerlijke koekjes van ook onder andere de boter van zuivel van Zalland. Mooie voorbeelden van de samenwerkingen die hier vanuit tot stand komen. En fysiek zijn we hier binnen het infocentrum ook nog samenwerkend met de JP van de Bent Stichting. Met Staatsbosbeheer als landschapbeheerder en met Oster Erfgoed. En ja, wat zij doen, ja, dat kan ik toelichten, maar is misschien bij het meeste wel bekend. Maar we werken met de JP bijvoorbeeld samen echt heel erg nauw. Doordat de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de bediening meewerken of in de keuken. En op woensdags werken ze altijd met Staatsbosbeheer samen om het onderhoud hier rondom het infocentrum voor hun rekening te nemen. Hoe is dat tot stand gekomen, zo'n samenwerking? Je kunt een idee hebben, maar je moet het ook kunnen. Klopt. De samenwerking met Tom en Alice is tot stand gekomen puur uit intrinsieke motivatie, omdat je van elkaar hoort en ziet en nou ja, gewoon blij wordt van elkaars activiteit. En dan gebeuren dat soort mooie dingen eigenlijk vanzelf. De JP van de Bent Stichting en die samenwerking en mij hier als exploitant van de horeca. Ja, dat is eigenlijk ontstaan uit een stukje vraag.
Het infocentrum, 40.000 bezoekers op jaarbasis, veel meer dan wat in het begin verwacht werd. Dat brengt ook vragen vanuit bezoeken met zich mee voor het kopje koffie of voor het eten en drinken. Nou, dat konden ze niet meer bieden, want de JP van de Wendt Stichting deed altijd zelf de horeca ook. En toen kwam de vraag van hun, goh Leon, wil jij misschien samen met ons dit oppakken en die exploitatie voor jouw rekening nemen, waarbij wij wel nog onderdeel uitmaken van de samenwerking. Nou, dat hebben we op die manier eigenlijk ingekleed met elkaar. We zijn een jaar lang eigenlijk een beetje gaan testen met elkaar hoe die samenwerking zou gaan. Ik ben commercieel, rammen en natuurlijk horeca gewend. Dus het was voor mij ook een leerproces. Maar uiteindelijk zijn we hier nu 5 à 6 jaar samen aan het werken en gaat het fantastisch. Ja, dit is echt een daaldersplekje in onze gemeente hier langs de IJssel. En daar moeten we koesteren met elkaar, maar dat doen we ook. En, ja. Zeker. Dankjewel.